Volhouden. Geduld. Ja, dat moet je echt wel hebben. Het is eigenlijk net het leven. We hebben net twee hele gezegende Caleb-kerkdiensten gehad. Het was echt weer een feest om met elkaar te zijn. En dan gaan we nu even naar een kleine compilatie kijken van die diensten. Goedemorgen allemaal. Het is zondagmiddag en we zijn vanochtend naar de kerk geweest. Of nou ja, we waren 40 minuten te laat. Hoeveel minuten? 40. En waar kwam dat door? We dachten dat we de late dienst, dat we in de late dienst moesten zitten. Maar we gingen in de vroege dienst. Ik heb wel eens beter smoesjes gehoord, maar is goed. Ja, echt heel gezellig en leuk. Ja. Ook als je moet afwassen. Nou, ja, ik doe al wat. Dat is voorspoed. Het moet gebeuren. Nou, we gaan zo meteen naar het strand toe. Dat vind ik wel leuk. Wat gaan jullie daar doen? Ik ga spellen doen en zo. Dus dat heb ik wel zin in. Het is fijn, het is fijn. Op de zin zijn. Doe jij de groetjes. De Caleb groetjes dienst. Ik doe de groetjes aan mijn moeder. En ik wil dus ook graag mijn ouders bedanken en dan vooral mijn moeder, want die heeft ervoor gezorgd dat ik naar Caleb ging, dat ik er nog steeds ben. Vooral mijn moeder, maar ook een beetje mijn vader. Nou, SO naar mijn Gerrit-Jan en naar Hendrik en naar mijn moeder en mijn vader en mijn broertje en zusje. En ook nog een SO doen? Ik heb geen SO, ik heb alleen maar repetities. De groetjes van Sier! Ik sta hier bij de hoofdleiding van de A en je mag alleen hoofdleiding worden als je weet hoe je goede armbandjes kan maken. Toch, Mirjam? Ja, alleen dan. Alleen dan. Dat is eigenlijk wat je hebt geselecteerd.
Ik wil gewoon beter worden in gitaar spelen. Dat is een beetje het ding. Ja. Ga maar verder oefenen. Dankjewel. Lekker tempo in. 7, 8. Waar ben je al? Niet ver. En wat is de kunst nou van een goed armbandje? Ik heb geen idee. Volhouden. Geduld. Ja, dat moet je echt wel hebben. Het is eigenlijk net het leven, hè? Poppetjes hebben verschillende eigenschappen. Dus dan moet je over veel dingen nadenken. Het is echt een denksport. Ja, denk het wel. Denk het wel. Ja. Aldert was, die ligt op bed, want die was moe, dus dan neem ik het nu even over. We hebben net spelletjes gedaan. En het was heel leuk. Ik kan zo zwemmen. Flessenvoetbal en estafette en nachtspel. En waar kijk je het meest naar uit? Nachtspel. Nu toe, op een schaal van 1 tot 10. Vet gezellig. Op een schaal van 1 tot 10. Leven. En waarom ga jij het water in? Is het niet een beetje koud? Nee, het is super lekker weer. En wat vind je het leukst tot nu toe op Kalep? Dat we allemaal leuke dingen kunnen doen. En wat was het leukst tot nu toe? De trampoline opzetten. En waar kijk je het meest naar uit? In de golven duiken. Hallo, we zijn hier op Schier. We staan niet meer in de zee. Bijna iedereen is aan het zwemmen. En het is heel gezellig hier, dus kom volgend jaar naar de zee! En we zijn hier bij de B15. Dit is blijkbaar elke avond het ritueel om te douchen. Ze hebben daar geen douche. En naar boven, wachten! Pak de appels uit de boom! Goed zo, jouwer! Matthias, meedoen, anders krijg je een strafopdracht. Is dit nou geheel vrijwillig? Ja! Wat zijn we aan het doen? Het is een kruiwagen, maar het gaat een beetje scheef. Ik haal de workshopleider er even bij. Je mag gewoon zijn wie je bent en je mag ook gewoon wel een beetje vies zijn af en toe. Gewoon modder, vies, berkenplas, water, dat. Helemaal duidelijk. Ja, fijn. Dan gaan we nu naar Zonna met het weer. Zonnig met een paar wolken. Wat vonden jullie van het weer? Geweldig. En jij? Lekker. En jij? Supergoed. Wat hebben jullie vandaag allemaal gedaan? Oh, een zeskamp. Een zeskamp. En werd je nat? Ja, heel erg. En dan nu het weer voor morgen. ja, wacht even. Het wordt zonnig met geen wolken en het wordt niet regenachtig. Oetmoor! Verzoekje. Ik ben fotograaf deze week. Zoek jij je kind en wil je dat er een foto van komt op Facebook? Bel dan mij naar 0... Oh nee. Laat het gewoon weten in de berichten, ja? Oké, kusjes.